Welkom bij een nieuwe MTV Cribs, motherfuckers. We gaan vandaag het nieuwe huis van Kiani bekijken. Je moet even bij me in de auto, zegt hij. Zit nee. Wel een beetje kapot, hè. Oh! Wat is dat voor auto? Stop in the car. Ja, is goed. Meneerken. Ik ben wel van MTV, ik mag alles doen wat ik wil. Ik ben celebrity. Oh, als Jan een celebrity was, dan zegt mijn moeder elke dag mijn kont. Maar daar is ook komen veel. Ik heb 100 abonnees, dus zwijg maar, ik ben een celebrity. Natuurlijk. Ja. Dus we gaan de crib van Kiani bekijken met zijn plastic hoofd of wat de fuck dat ook is. Ik kan niet online. Die heb ik gekocht uit de kringloop. Wat voor een masker heb je zelfs op? Ah, ik heb dat gevonden uit de kringloop. Ik heb dat gevonden in de kringloop. Eigenlijk zwart. Stella Letters stuurt mijn vriendschapverzoek, maar ik ken die niet eens, dus rot op, ja. Ja. Oh, dikke auto's, vriend. Oh, je hebt echt veel geld gekregen, denk ik. Nee, ik heb dat gewoon zelf gespaard. Gast, hoe kunt jij deze twee auto's kopen op 24 uur tijd? Heb jij gehackt? Nee, Jarnus kon skeer. Zwijg. Oké, ik zal jij moet makkelijk spreken, hè. Jij zegt tegen Rockstar, geef met 20 miljoen en je krijgt... Al wordt het voor 20 miljoen of zo, jij valspeler. Nee, mijn proto. Zo kan ik ook wel miljoenen maken, ze man. Oh, mijn proto is weggekomen, moet hem even geld geven. Oh. Valspelers. We zijn allemaal valspelers. Dat is een fake proto, hè. Ik heb in totaal geen proto gepakt. Ik krijg nu gewoon, als het goed is, krijg ik binnenkort gewoon 2,7 miljoen op mijn andere account. Dat heb ik. Dat is geen hacking, dat is gewoon een real life. Dat is gewoon fucked real life. Oké, zwijg, we zijn aan het opnemen voor MTV Crips, oké? Okay? Ja, vertel maar. Jongen, voor de Crips, jongen, wat zijn jij, kruppel of wat? Met een oranje zetel. En de boom is er ook weer bij, zeker? Die komt uit de Lidl, die andere van hey, kruppel! die komt van het leenbakker. Oh my god. En deze hier? Oh, deze, die rode. Ja, deze. Oh, die heb ik van een mond gepikt. Ja, drink whisky. Whisky, dat is al. Ik zou maar niet van drinken, ja, wat drink je daar toch van? Jack Daniels, ah. Dikke Jack. Zat er al 3 weken. Hoe lang zat het er al? 3 weken, ik heb er al zeker in gepest. Oh, daarom dat dat zo geelachtig is, zeker. Ja, daarmee. En ik heb hier mijn gevonden waterpijp. Waterpijp? Heb jij die gevonden? Ja. Pijpen, jongen. Ik zal even goedkeuren, wacht even. Ik gooi die om. Ik kom lekker op pijp. Hoe kom jij godverdomme aan mijn brikkie? Die lag er ook gewoon, hè. Dat zegt jij gisteren ja, maar die lag er gewoon, hè. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja? Die stopt er altijd, zeggen ze. Als ik mijn auto's zou verkopen, dan heb ik sowieso 1 miljoen, maar ik zou dat niet doen, want dat is dom. Ja, maar als jij je auto's zelf verkopen, geef je dat gewoon aan mij, man. Hé, hey, ik ben jullie de sertie! Oké, dan heb je hier mijn de zetel die ik van mijn moeder heb gehad. Oh, maar jij had alles van u, van u. Hé, Kiani, wat kan die van je van wat kan die gehad? Iets dat kan je niet gehad? Ah, die zetels vanuit de leenbakker. En uw tv werkt die? Turn on. Ah, die werkt gewoon. Maar dat is alleen maar voor een dikke porno, jongen. Oh. Porno te kijken, je ziet dat wel, die titel en zo. Hey, is een nieuwe auto. Cool. Nee, dat is mijn lievelingsserie, dat gaat voor porno, we zitten die titjes er wel door. Ja, dat is echt by hard TV, hè. What the fuck? Een deal doen in zijn hand. Hé, hey, Jeff, heb je een nieuwe auto al? Oh shit, mijn tv is naar de klote, denk ik. Ik zie je garage. Die nieuwste,
Er is een nieuwe auto van 1,5 miljoen. Dan heb jij hier mijn... Mag ik even klappen de tv terug afzetten? Oké, de tv maar af. Ja, wacht even. Dan heb je hier mijn telescoop. Een beetje verderop heb je de stripclub. Dus dan kun je meteen naar de hoertjes kijken. Ik moet er ook geen cent voor betalen, dus dat is gemakkelijk. Oh, ik zie er al eentje staan. Oh. Ja, ik zit al bij jullie in de sessie. Dus dat is altijd handig. Ja. Aan de bunker. Ja, en? Dan heb je mijn stoelen. Nee. Oh, waar my hier? Fucking god. Zeg eens dat allemaal. Ik spring op de weg in één keer. Ja, en ik spring strak op je moeder. Ja, doe. Hier, weer al een radio. Wacht, Jeff, kom. Die heb ik gevonden vanuit Plopsaland. Nee. Plopsaland. Hey, kom naar de pimpshop in de... Met 12 stoelen voor mijn 7 zieke kindjes, maar ja, ik schrik alleen, hè. Ik kan die auto kopen, wel. Ik ben een harde kwast in de ik alles alleen doen, hè. Ah. Het is crisis, hè. Ja. Zal ik mijn tampa dat ding? Oké. Iemand, wij zijn bezig. Ja, we zijn bezig. We zijn een MTV Clips. Ik wil mee. Hij zet je kapot, kwebbel. Wee joh. Ik. Je hebt een hek. Ja, dat is iemand ook. Dan heb je hier mijn... what the fuck? Mijn zetel. Dat is eigenlijk mijn slaapzak. Oh, Piemel gaat stikken in je slaapzak. Ja, die kan je kop zal ze biet stikken als je niet gaat zwijgen. We zijn MTV Clips aan het opnemen. Nee, mijn moeder. Hey. Er staat iemand voor de deur, ik ja niet. Ja, dat meen je niet, hè? Staat er weer een fan voor de deur? Ja, kijk, zie je hem daar rijden met zijn auto? Wat is dat voor een lelijke auto, zeg? Ja, amai, dat is dan. Dat is een oldtimer, dat is tweedehands zeker. Ja. Nee, derdehands. Crisis, hè? Dan heb je hier mijn keuken. Die komt ook van de kringloopwinkel. Oh, word ik weer gebeld. Godverdomme. Oh, we moeten niet op... Ja, kabotter poppa ook aan wel. Godverdomme, we zijn allemaal weer nodig, shit. Dan heb je hier... mijn fruitmandje. Nee, niet van... Oké, drinkt hij daar toch van? Die drinkt van alles, hè. Dat stond er al 5 weken. Ik moet dat moet alles toch goedkeuren, man? Dat fruit, dat ligt hier al 5 maanden. Dat is niet te vreten. Ja, waarom had je dat daar ook bij? Dure wijn drinken vanuit de Aldi of van de Lidl? Dure wijn van de Aldi of van de Lidl, dan is dat niet duur, hè, man. Daar is een maximumprijs misschien €50 of zo. Dat is 13 euro aan mijn kloot, nee. 13 euro, dat is niet duur, hè. Dan kan ik er 50 kopen als ik wil. Ik heb het nog maar 47 op mijn cash staan en de rest is jou, dat is wel wat meer. Allee, kom maar mee. Dan ik heb je hier ik kom met patatmes van het leger. Hè? Ja, ik blaad die altijd op, gast. Ik heb al minstens 400.000 betaald. Ik ga jullie muten als ze nu niet zwijgen. Daarom is ook in de party, voor te praten. Ja, we zitten even MTV Clips aan het opnemen, man. Ik zie het. Ik moet 5 uur wachten voordat ik een volgende auto kan opnemen. Ja, dan hebben we hier een scheidpot. De scheidpot, dan heb je hier met een mixer vanuit de Action. En uw weegschaal moet je ook niet vergeten, hè. Oh, met een weegschaal, dat kak ik gewoon niet in om te zien hoeveel scheid ik per dag. Hoeveel kilo's per dag ik kak. Dan heb je hier mijn keukenrol, ja, ik scheid hier gewoon op de vloer, want ik ben te tam voor naar de wc te gaan. Waarom heb je dan een scheidpot? Oh, dat is voor ze soms in te kakken of in te pissen. Dat grote, dat is voor mijn vriendin, hè, want die heeft wel een dikke reet. Dan heb je hier mijn wijnglazen. Allee, mijn wijntjes. Wijnkelder. Allemaal uit de Aldi. Dan heb je hier... Ik had er twee gelukt. Ik dacht ik ga niet verrast zijn en ik wou gewoon voor die auto springen. Een koffietas, maak een koffietje.
Maar van mij moet je eens drinken van die koffie. My arch enemy. Jeff is mijn vijand. We gaan verder. Jeff is mijn arch vijand. Dit is heeft het aan. En dan gaat mijn arch vijand. Ja, geen dat beeld. Nee. Kast, ik krijg er toch niks voor. Hier heb je mijn bed. Hé, mooie roze. Mooi. Hé, Jarno, weet je nog toen mijn auto kapot ging slagen? Ja, dat was een kapot lachen. Met hier het bed. Daar komt het onder die druklogo. Ik vat hier elke dag op, ik ben een keer voor Godenen, dus iedereen kan mij zien neuken of pappen, dat is wat plezant. Heb je een nieuwe auto nu? Zie je die stoelen die hier staan? Voor mijn neus? Ja. Okay. Ja. Dat zijn stoelen die ik gepikt heb van mijn dokter in de wachtzaal. Oh my god. En waar moeten die zieke patiënten zitten, op uw gat of wat? Oh, maar dat kieke laat altijd zijn deur open, dus dan kan ik die dan meeschofferen. En die vaas met bloemen? Net ook het zoeft zeker, want jij koopt geen bloemen. Heb ik gepikt uit een bloemenpark. Auto. Het containerpark. Er nog op van en deze blazer hier. Lukken. Met drie standen en 120 van. Graden. Oh, die deur! Oh, die heb ik van mijn opa, hè. Ah. Alleen die staat een beetje die achterkant is een beetje mislukt, hè, vinden die? Dat marcheert al niet meer. Dan heb je hier de kleedkamers. Oh, ik ga even kleren aan. Je ziet mijn vrouw haar kleren staan. Hey Jeff. Maar hakken altijd. Ik moet even niet rijden. Oh. Hier, dat zijn van mij, de mannenkleren. Ik wil even zien of die goed uit of niet. Ja. Ik zou die niet kopen. Chic, chic. Ik draag eigenlijk nooit andere kleren aan, want ik ben arm. Maar ze staan hier wel. Hey Jeff. Hier weer al zo'n slaapbank. Kun je even altijd zeggen wat ik ermee aan het doen zijn, want ik kan dat anders niet. Dan weet ik waar ik op moet letten. De scheidkamer. Oh. Even douchen, hè. Hier kun je lekker in chillen. Hier kun je ook in neuken. Dat is hier voor te neuken die is. Daarom dat er een piesplek in staat, zeker. Ja, hier, wat kun je hiermee doen? Dat is, hier pies ik vaak in. Hier staat wel shampoo, maar ja. Dat is zeker met die piesplek. Al 5 jaar niet meer gewassen, dat ziet er wel aan. Als je nu kijkt, amai. Oh, kijk die mooie spiegel, dat is voor selfies te nemen. Wikke toen een selfie. Ja, kan ik een selfie nemen? Ja, kijk, selfie! Selfie! Dat ziet er echt zo random uit ook gewoon, hè. Voilà, ik heb een selfie genomen. Ik heb een groene telefoon, waar? Ik heb een iPhone. Een iPhone. Wauw, heb ik een selfie genomen, voilà, hè. Oh, allee, kan ik niet meer door? Zit jij nu weer in? Zit jij aan het douchen of wat? Maar staat jij nu bezig? Nee. Ik ben gewoon een selfie aan het nemen. Blaze, kom eens naar buiten. Dat doe ik. Ik heb een keer een selfie genomen, hè? Dat is dit, ik ben niet door die ex-subject. Hey, what the fuck? Ah, dat is echt lelijk, hè? Kom maar dit auto is niet mooi, ik vind deze auto niet nice. Ik ben mijn trappen, mijn speciale trappen, lekker om naar boven te gaan. Hey. Die voorkant is nice, waar heb je die schilderijen? Nu? Oh. Dat tweede, dat zie je, dat is van mijn gebouw, dat heb ik gewoon getrokken met mijn gsm, maar die andere twee heb ik gepikt van een museum of zo, pijs ik. Ja, maar dat ik blijf, ik kan mijn tante verkopen. Ben ik daar nog altijd voor de vlucht. Hier, de zon schijnt weer al. De parking, je ziet dat is weer vuil als iets. Zelfs mijn grote buren, die smijten hun afval daarin, hè. Vinden dat nog normaal? Waarom niet weer op? Dat is keer gewoon een vuilzak, hè. Godverdomme. En gaat er ventilatie op de grond en al? Ah, oh, ja, dat is de bedoeling, hè? Dat is, als je schiet op laten, kan iedereen drinken. En er staat een mooie witte auto op je parking. Lijntjes? Ah. Kom maar mee, waar is dat mijn garage? Stop eens. Hé, chef. Ja, zo kijk eens helemaal van voren, je ziet zo in het midden, ziet je ook nog iets. De garage. Zo. Ah, hier heb je mijn auto's. Mooi, mooi. Kijk, maar deze auto's kapot gekeerd. Ja, kijk hoe dicht we naar elkaar zitten. Dan heb je hier mijn motto. Dat is voor mijn motto voor naar Duitsland erheen. Kijk, daar kun je echt heel ver mee gaan.
Hij stond een keer hier toe, mijn, met een Porsche, gepikt van de Kilian. Stuk, stuk. Ah, want de Kilian die stoept altijd op school, mijn onkel heeft een Porsche, maar nu heb ik hem gepikt, hè. Je deur staat nog even open als die moet echt doen, zeg het dan, hè. Hier ja, heb ik mijn, die heb ik van de Cor Belgium, van de GPR Belgium gepikt, dat is van de... Van de karbaan. Van heb ik die gepikt, dat is een hele dure auto. Zet je bijna klaar? Bijna, nee, alleen de garage bijna nog. Oh, what the fuck is dit dan? Hey. Je kunt er muziek in, maar ja, het is wel dikke muziek. Als het aan het regenen is. Dan heb je hier de Jester. Ik noem die meestal de Pester. De pijs, veel mensen daaruit. Ja, ziek interieur. Ja, die rijdt. Die, kijk, die wielen gaan ook lekker mee. Boom, boom, boom. Ziek, ziek. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Dat is toch van rapper Shorts? Ja, die nachtelijke hier. Hier moeten we sowieso hier, in, want anders zien we het interieur niet. Dus. Deze hey, auto die heb ik. Van de ballonnen. Een nitrofles? Van de ballonnen van. Ja, hier hangt een nitrofles in. Ja, die zit erin. Ik heb die gekregen van de ballonnenvaart. Hè. Ik heb die auto gewoon meegepakt. Van de ballonnenvaart. Ja. Dat is voor die dingen, hè. Dat is voor de achterkant, voor die ballon. Hè. Met een middelvinger op. Meegenomen, hè. Die notto. Voilà. Ziek. Dan heb je hier mijn dure BMX. Met een BMX. 800 euro. Voor te chillen. Dan heb je hier mijn BMW. Dik, dik. Dikke BMW, ja. Je ziet, ik laat er altijd cola in, hè. Want, Of nee, het is koffie. Van mijn de McDonald's zeker? Oh, heb ik dat van de McDonald's gepikt en ik laat het er altijd in, hè. Jij betaalt precies niks, gij. Allee. Je hebt er ook een dikke flatscreen aan, jong. Oh ja, dat is om te zien hè, hoe gratis moet pikken, hè. Je ziet, ja, hij vertelt het al. Ik ben de Johnny, zo moet... Oh nee, hij is aan het kopsen. Oké, let maar. Oh, god. Oh my god. Dan heb je ja. Deze niet. Die kost 80 euro. Fuck. Kijk, ja, chic een auto. Ik heb een gsm erin. Maar, ja, maar ik wou het ook net zeggen, een gsm. Tik touchpad. Ja, man. Dan heb je hier de Audi R8. Dat is mijn favoriet. Ik hoor rijden, maar dit lijkt zo'n voorkant van een... Het lijkt op de voorkant van de dingen, Ziet, heeft nee, toerisme. 10k van speed en al erop staan. Ja. Dat is een lekkere auto. Laat maar rijden! Zie, de voorkant ook, fucking chic. Dan heb je hier, ja, die heb ik gevonden van de straat. Ik heb die eigenlijk gratis, hè. Mocht hier maar eens in zitten. Jee, ik rij. Er maar eens in. Oh. Ik heb geen mening er is over, hè. Die kleur heb ik zelf gespoten, want ja, dat doet... Als dikke leren zetels fiet... erin. Ah ja, wat doet die met een fiets? Dat spuiten die toch ook, hè? Voilà. Ah. Voilà, hè. Dat was mijn crib. En met welke auto gaan we nu even een toertje maken? Maar met welke wilde jij zijn toertje maken? Jij mocht eens kiezen van mij. ik wil eens met de Porsche. Oh, we mogen met de Porsche. Kom wel met de Porsche. Waarom heb jij, als ik vragen mag meneer, waarom hebt u alle auto's in het mat zwart gedaan? Omdat ik hou van Black Beauties. Black Beauties. Ja, ik hou van Black Beauties, dus ik heb die in black gedaan allemaal. Voilà, jij mocht er eens het... Je mocht er eens... Wacht, ik kan het school laten zien aan deze auto, blijf erin. Hier is hola. Hola, een dikke nitrofles van achterin. Die is jouw man een auto. Hier is zij die een dikke nek van hierboven staat hier weer zijn met zijn kutauto. Ik wil even een toertje maken. Nog. Hey, wat? Ook dat nog! Hij maakt me kapot! Ah, maar gilder die dikke nekken zijn van boven. Ja, smakelijk. Dikke... Stap in! Smakelijk, hè, man. Stap in, snel! Allee, kut, ik wou een granaat op die kutauto gooien.
Ah, dat zijn die dikke nekken van hierboven, want die wonen boven mij, je ziet het wel, hè. Altijd stoer doen, maar onder, dat is wel de enige lotte dat die hebben, dan doen ze er wel stoer mee. Oh, wow. Oh, godverdomme, hè, moet ik hier eens gaan lopen. Ik zou straks met een zin genoeg zijn bovenal. Oh, wat dan? Ah, mogen wij nu een toertje rijden met onze Porsche, meneer Boze Wolf? Allee! Allee, Boze Wolf, doe normaal. Ja. Of ik ga je wielen plat zetten. Maar stop eens, jongen, hé, hey, maat. Ik heb gewoon op mijn schieten, vriend. Leg jij ook op mijn schieten waard? Ja. Ah! Ik heb echt. Hij is naar mee aan het schieten, zie. Een Boze Wolf. Ik hoop dat de politie hem meeneemt, die dikke nek. Dikke nek? Ze zijn al binnen. Hier is ze. Ella! Ja, dikke Jeannette. Type, en hij heeft weer groen haar, hè. Wat is dat voor een barrie? Ziet dat wel, hè? Dat zijn die. Hij heeft hij mijn auto weer opgeblazen, die had zo voor een andere keer. Maar man! Een dikke pottenstamper. Echt, hè? Dat is gewoon omdat hij meer levens heeft, anders had ik die al lang kapot gemaakt. Totaal niet, hè? Oh. Maar ik heb toch op zijn wielen geschoten, dus Nee, auto staat ook al in de fik, dus Ik heb geen auto, dat is niet mijn auto. Die een rode, van wie is die dan? Chef. Mijn name is Jeff. Mijn name is Jeff. Ah, dus dat was dus mijn crib. Ik hoop dat je ervan genoten neemt. Ja, spijt dat we geen tour kunnen maken met de Porsche, maar ja. Dat kunnen we nog snel doen, hè. Dat kunnen we nog een keer zien. Oh, kapot. Echt? Ah, die nieuwe moest ook eens goed. Oké, dan ga ik even afscheid nemen. Jongens, dit was de MTV Clips aflevering en ja, ik hoop dat je ervan genoten neemt. En een tour met de Porsche, dat komt in de volgende aflevering. Ja, en die boeren, die buren boven ons, die gaan het wel afzien, zie. De pottenstampers. Ja, ik sta hier, Keanu. Hier zijn de kiks, hè. Opa. Oh! Het gaat met ze springen. Ja, wat de fuck is dit? Allee.